Het begint met te draaien, jongens, want het bolde te scootje. Dat dier van Zelts wil mij, wie weer op de mar. En ze beziekje, zei Pieter Meter, om zo goed mogelijk dit seizoen uit te varen. Nou, en maar misschien wat dat opsmieten zil. Het is het zwansje van de vakkenist, Oane Papma. En dat betekent dat een orenvakkenist, die wordt zijn eigen broer Sander, weer aan de vak ziet op de mar bij Staveren. Werd de buien, die ziet hem helemaal boppen Noord-Holland. En boppen Starem, die ziet hem de skippenwolkjes. En dat betekent dat er allerweer variabele waasomstandigheden mogelijk winnen bij een route die lei twee keer op een del van de dieklans. Nou, en die koe heel variabel houden werden. Dat had het bestuur redelijk goed dienen. Maar die had constant met die ton aan het scoren was, zodat er een redelijk rak in de wien wezen zou. Bovendien, bij de start, daar zie je het snits. En dat liek een hele goede positie. En dat bleek de achterouw ik wil te wijzen. Omdat snits helemaal naar beneden ging. Want die hier het goed trotocht, demma we ongeveer wijzen en demma we de goede slag. Meidje. En de oren, ja, die twijfelen. Maar we nou jeder rij, maar we omheug, maar we naar de zeekant uit of maar we naar de dikte. En zo, je ziet de man niet onderin zitten. Heerenveen en Drachten, en dat liek al je redelijk bij je schobbel. Dan aan de linkerkant, nou krijg uit beeld verdwijnen dat snits. Geweldige Silvie, en ja, die wie ik helemaal absoluut eerste bij de tonnen. Daar zie je het doe al, ja, de hier nog 14 schepen tussen kennen en dan hier de naanslag in de ronde kennen. Daar wie ik geen enkel probleem voor de snitsers. Die winnen. Gewoon eerst. Nou, dan zie je hoe het verder komt. Verzeilt ze op de snits een keer om die tonnen zit. Douwe Visser die griept dus even naar het helmhout. En dan is zijn compaan die wiest weer. Marije Faber zei, dat maar we heen douwen. Stuur hem daar maar heen. En dan komt het joert verder goed. Nou ja, de alleskoetsjeskippers van de olle oren trekken. Ha, snits net wegjongen. Maar daarachter, ja, daar wie het spannend verzelt. Drachten komt om het tonnen. Jerveen komt goed om het tonnen. Bolzet zit er redelijk bij. En Sjogge snits al een eindje voortskomen. Drachten had trouwens moeite om Hundal de huchten van de tonnen te helpen. Met even een slingerke omheug, meidje. En dat dat die oren die daar verder op zitten, dat die even wat langzamer draaien. Want ja, je mat er wel achterom. Een hele mannen komt erbij. Lemmer zit erbij. Wie een oude man die onderin start, wie een grauw komt er. En dan mat Bolzet. Hé, hey, ja, die mat achter Lemmer los. Die mat ik achter grauw los. Mat er dan nog achter in los. En dan Sjen. Er weer weinig rondte mee. Je moest echt net op stuurboord bij die tonnen komen. Want dan win je dacht, ja, hij mat ik nog achter Jereveen los. En dan is er misschien een gotje voor de Bolzet. Ja, hij kent hem heug. En dan hoopt er dat Jenne wat. Er net al de volle lijst van had, dat bier wel een beetje zag. Maar die man die had verder besluchten verzeld. Nou, Sascho, dat verhaal zit er dan verder uit dat Bolzet om het tonnen komt. Dek komt de rest van het veld. Hé, hey, de jouwer, heel let nu de start kwam. Toch een eindelijke keer, we maakten net te betiet wijzen. Dus wie in de 10 minuten te let. En die kon er net goed bij komen. Wat zijn komt ik als een van de lijsten om de tonnen. Maar die had de slag in C bezocht. En dat bier dus net de goede slag. Nou, dan maar eens even verder zien hoe het verhaal gaat. Dit weer die tonnen werd ze omheen gegaan. Ja, dat die trouwens wel een heel lastige tonnen voor Huizem nog. Want die moest er ik nog omheen. En ja, dat slagge Huizem loopt net eerlijk. Zuidwesthoek en Joren die gingen daar bij langs. Maar nee, Huizem komt er net mat een slag in rond om die tonnen nog een keer te nemen. En dus krijg als snits Huizem die zoen we Joert net wezen. Maar dat weer achteraan. Nou, dan is even zien hoe het verder op gaat. Je komt de hele mannen redelijk snel bij achter Drachten en Snits en Bolzet. Dan komt Jereveen, dan komt Jenne Wald. Zit ik nog van die Ornides, zit Bolzet dan nog. Die komt letter naar voren. En de duel weer tussen Grauw en Drachten. Want Grauw weer op het tweede plak, Drachten weer op het tweede plak. En die ziet maar te vrotten en te wramen. Daar weer aan de kant bij de diek. Want ja, dat wie in de eerste lopen de beste. En misschien maar we dat dan wel wedwaan. Albert Visser, geconcentreerd. Maar Grauw kent een justjes heuger. En ja, dan wordt het wat problematischer verzeld. De Lemmer zie je er ook nog goed bij. Zie je het goed voorin. Dus de sluipmoordenaar, zei uw cameraman. Zie het heuger in het klassement zonder dat iemand het in de gaten had. En Jaap Jongs van Sjors is even, waar gaan we dan heen? En dit gaat Johannes Meter op zijn aanwijzingen verder. Nou, en dan zullen we weer voorop. Laten we maar eens even de zaak dwaan. Snits. Snits is voorop. Je bloed voorop. Het begint hier tussen terrein. Het begon heel botterrein. Dat was heel vervelend van die skippers alweer. Want ja, dan zul je net meer weer heen. Maar alweer Marije Faber precies die tonnen douwen. En dan komt Jereveen op het tweede plak. Want die ben de slag in Zeewest. En dat was de hele goede slag. En de oren die daaronder zitten, die kwamen absoluut net onder pas. Hij scoot in één keer naar voren. En ik denk dat het hartje van
van Pieter Brouwer weer wat rustiger begon te tikken. En er kwam wat meer wien achterin. De Jouwer die moest al mooi skeven en mooi zijn wissien. Nou, we dachten, we krijgen misschien al wel een hele mooie medje al rijden als de zee verzelt in de zee. Maar ja, zat Drok wie het dan bij die ton al eer had je daarnaar sjoggen. Wat zijn hier de slag in zee maken? Die komt er goed bij richting het zijze plak. Dan moet er nog al even Deilersmeidje mee Jaap Zwager, want die komt er die besieke tonnen mij een opzetter te helgen. Maar daar kan je dan mooi omheen glieren en dat is geen enkel probleem. Maar ja, er is altijd wel een oorprobleem verzelfs. En dat wordt dan veroorzaakt door Leeuwarden. Want wat doet Leeuwarden? Die besieke daar nog naar de tonnen zo'n beetje tussen te komen. En ja, dat wordt wel een situatie waar wat geklingen is. Rijdt je al koor. Komen mij al koor in de tees. Er wordt een hoop schreeuwd. Dan gaat Leeuwarden ik nog voor Del. En dan weet Jaap Zwager helemaal niet meer werd het dan alweer Hinnemat. En dan is het helmhout van Leeuwarden te beschadigen. Maar dan gooien ze bij Leeuwarden het zeiloer. En daar leidt wat zijn het slachtoffer van hun hulle situatie. Hij krijgt mooi ophellen en dan lees je er weer helemaal onder. En er waren echt even school. Nou, zal hij het veld dan in elkaar, het middenveld, zeg maar zeggen. Lemmer voorop en die oren daarachter. En besiekje naar voren te komen. Maar ze weten al lang dat ze dat net met helje zullen. Maar dat er maar één de winnaar is, Joert. In een dikke Rijnbui, vrij betiet, afblaast. Maar dat ben de Snitsers verzeld. En ik deze man die ben weer galoze bleek. Want eindelijk begint het weer een beetje erin.